Onze samenleving verandert steeds meer in een netwerksamenleving, waarin een grote hoeveelheid aan mensen over grotere afstanden afhankelijk geworden zijn van elkaar. En dat niet alleen. Onze interactiepatronen zijn in de loop van de tijd ook enorm veranderd. Komt er ooit een eind aan deze groei? En wat zijn nou eigenlijk de oorzaken van de groeiende opkomsten van netwerken in de hedendaagse samenleving? Het is relatief eenvoudig om een x-aantal historische en sociale oorzaken op te sommen. Maar het is eigenlijk veel ingewikkelder om de basis van de sociale infrastructuur te ontrafelen om de groeiende netwerken te kunnen verklaren. Volgens McNeils is de groei van informatienetwerken op het laatste stadium van evolutie van het wereldwijde web. Het web wordt dus niet alleen groter, groter en groter, maar eigenlijk steeds voller. Kijk alleen maar naar de kleding die tegenwoordig wordt gedragen en het voedsel dat wordt geconsumeerd. De derde wet van het web heeft betrekking op netwerkuitbreiding, oftewel de Law of Network Extensions. Als netwerken zoals het internet groeien, dan hebben zij vaak de neiging om groter te worden. Netwerken verliezen daarmee het overzicht, waardoor netwerken elkaar niet meer kunnen bereiken. De oplossing? Intermediairen. Intermediairen zijn eigenlijk een soort van tussenschakels of bruggen die netwerken en clusters opnieuw intern met elkaar verbinden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan zoekmachines, prijsvergelijkingssites, marktplaatsen en sociale netwerksites. Maar wat zijn de consequenties? De ontwerpers van de intermediaire netwerken worden steeds machtiger. Er ontstaat een soort van monopolie in het wereldwijde web. En wat betreft de wet en regelgeving, hoe zit het met privacy van persoonsgegevens? In het begin van het tijdperk van internet vonden veel mensen intermediairen verboden. Overbodig, omdat men zichzelf wil linken aan allerlei netwerken. Een andere wet is gebaseerd op Milgram. Hij liet de wereld zien dat het met elkaar verbonden is door 6 stappen, de 6 degrees of separation. Hiermee bedoelde hij dat iedereen door middel van 6 sectoren van elkaar gescheiden is, als alle sociale netwerken van deze persoon gebruikt worden. Hij wijt dit toe aan het feit dat mensen samenkomen in clusters. Dit zijn bijvoorbeeld je familie, je studie of je sportvereniging. Binnen deze clusters zijn mensen verbonden door sterke banden. Onderling zijn ze weer verbonden door zwakke banden. Hierdoor ontstaan een kleine wereld, de vierde wet van het web. Sinds de opkomst van de nieuwe media is dit aantal zelfs omlaag gegaan naar 5 of zelfs 4 stappen. Maar hoe ver reiken acties binnen deze 6 stappen? Hoe ver komt mijn verzonnen roddel als ik die wil verspreiden? Het antwoord is 3 stappen. De 3 degrees of influence regel stelt dat een besmetting gemiddeld 3 stappen verder komt dan een bron. Een vriend van een vriend van een vriend dus. Of de dochter van de slager van mijn tante. Deze omgeving wordt mijn roddel. Of mijn mening over Syrië. Want dit geldt ook voor opvattingen, gedrag en zelfs geluk. Dit betekent dat clusters van binnenuit steeds groter worden. De banden binnen deze clusters worden ook steeds groter en steeds sterker. Door middel van nieuwe media is het steeds makkelijker om met elkaar in contact te blijven. En doordat die clusters van binnen steeds groter worden, verspreidt mijn roddel dus steeds sneller. Maar doordat we steeds meer middelen krijgen, wordt het fundament instabiel. Er zijn zoveel verschillende manieren om iemand te bereiken, dat dit betekent dat er ook steeds meer middelen in de gaten moeten gehouden worden. Hierdoor kan je die ene tweet nog net wel eens missen. De wereld om ons heen past zich steeds sneller aan en wij worden verplicht hier maar aan te passen. Bedankt voor het kijken. Doei! Created using Powtoon.